D66-fractievoorzitter Rob Jetten staat op de 12e plek van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is maandag bekendgemaakt. Niet alleen Jetten heeft Haagse ambities, ook Nijmegenaren Maarten Groothuizen en Christy Lamers staan op de lijst voor Den Haag. Ontzettend vereerd dat ik op plek 12 mag staan voor de D66-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. En ik vind het ook ontzettend leuk dat er met maar liefst 3 Nijmeegse kandidaten in die top 30 staan. Naast mijzelf op nummer 14 Maarten Groothuizen en op nummer 30 Christy Lamers. Het was zeker geen levensambitie om op die Tweede Kamerlijst te staan. Maar ik ben nu inmiddels wel al ruim 10 jaar actief voor D66. En hier in de Nijmeegse gemeenteraad heb ik me echt met hart en ziel ingezet voor de stad. Maar het verkiezingsprogramma wat er nu ligt van D66, kansen voor iedereen, dat sprak me enorm aan. Omdat het inzet op groene economische groei, maar vooral ook op radicale gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En voor die thema's wil ik me heel graag hard maken in Den Haag. D66 heeft nu 12 zetels in de Tweede Kamer. Ik sta op plek 12. De kans dat ik in de Kamer kom is denk ik wel heel erg groot. En de komende maanden gaan we heel erg hard campagne voeren om D66 nog veel groter te maken. En ik hoop dat we minstens boven de 16 zetels uit gaan komen. De komende 4 jaar wil ik vooral heel graag een goed Kamerlid worden die de vele D66-kiezers en Nijmegen en de provincie Gelderland goed kan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. En na die 4 jaar zien we wel verder. Waarschijnlijk ga ik de raad verlaten en dan zal de fractie een nieuwe fractievoorzitter kiezen. Daar kan ik nu nog niks over zeggen, maar ik zal ervoor zorgen dat jullie het als eerste horen als we die gekozen hebben. Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.